Yo mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en met hem en vandaag ga ik jullie de beste gameplay laten zien die ik tot nu toe heb gehaald. Hij is echt sick, het is op Nuketown. Ik speel met de CUDA, met Long Barrel, Rapidfire en Extended Mag. Met Scorestreaks, UAV, Raid en de Hater. En met de perks Sixth Sense, Flag Jacket, Scavenger en Tactical Mask. En de Reaper, dus Psyched, dus dat miniguntje heb ik als de specialist. Nou, dit is gewoon een Nuketown gameplay. Ik speel hier met een tweeman party, dus ik en Jamie. Het is super leuk altijd even gewoon, ja, lekker chill, lekker gamen, een avondje, lekker niks aan je hoofd, lekker gewoon knallen. En dat gebeurde ook deze game, dit was echt insane. We speelden tegen, ja, chille enemies, niet zo vervelend campers met snipers of LMG's die achter de map zitten of iets. Maar gewoon lekker chill. Ik haal weer 105 kills en 7 deaths. En ik gebruik niet echt superveel killende scorestreaks, dus alleen die raid. De eerste helft haal ik bijna een nuclear, maar die wordt heel raar geëindigd. Dat zul je ook zien. Er iemand die langsnijft echt naar mij toe zo. En dan ben ik opeens dood. Echt, ja, 5 seconden voordat de eerste helft is afgelopen. Dus dat ga je daar ook zien. Maar de tweede helft haal ik wel mijn nuclear. Dus dat is echt insane, jongens. Echt. Een nuclear en een 100 plus. En meer dan 10.000 punten. Dit is echt de beste gameplay ooit. Nou, omdat hij niet live is gehaald, ga ik gewoon praten over hoe ik ben begonnen met gamen. Het begon allemaal heel lang geleden. Ik kreeg een PlayStation 2 voor Sinterklaas. Met daarbij Shark Tale en Medal of Honor. Medal of Honor is een super oud spel, maar ik speelde het. Ik heb het echt doodgespeeld met mijn broer. We speelden altijd de singleplayer gewoon samen. En dat was altijd super leuk. We hebben die missie denk ik wel 80 keer gedaan. Dat is echt niet normaal. En daar begon het allemaal een beetje. Vervolgens kreeg ik Call of Duty 2. Dus Call of Duty 2, echt 2, niet MW2 of zo. Of Black Ops 2, echt Call of Duty 2. Is mijn eerste Call of Duty. Daarop was ik natuurlijk heel slecht. Ik was tot Black Ops 2 eigenlijk nog niet zo goed. Vervolgens kreeg ik Call of Duty 3. Nou, ook gewoon leuk spelen, maar verder niks bijzonders of zo. Maar vervolgens Call of Duty 4, oftewel MW1. Modern Warfare 1 is ongeveer de beste kots die ooit gemaakt is. Niet qua mooiheid of wapens of iets, maar gewoon balans en hitmarks waren goed. Alles was goed. En het was gewoon echt een heel goed spel. Dat wist ik toen allemaal nog niet, want ik was toen echt fucking jong. En ik vond het alleen maar leuk om lekker te spelen. Vervolgens kwam Call of Duty 5, oftewel World at War. Hier is geen vervolgserie opgekomen, maar ik vond het wel een hele leuke kot. Het was ja, een oude kot, zeg maar. Dus je speelde met oude wapens in de verleden tijd en allemaal leuke dingen. En daar maakte ik kennis met zombies. Dat vond ik toen super leuk, maar ook wel een beetje eng. Want ik was, ja, ik was nog jong, zoals ik al een paar keer heb gezegd. Vervolgens op Call of Duty 6, dat wordt dus MW2. Daar ben ik in de eerste clan gekomen. Dat was de Happy Clan, daar zaten hele goede mensen in. Echt, die gewoon 40-0 dropte bijna elk potje. Maar daar ben ik dus een beetje begonnen. Ik kwam naar de clan, ik wilde ook beter worden. Maar het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Ik ben heel veel gaan oefenen. Ik ben heel veel tegen bots gaan spelen. Ik heb van die parcours gedaan waar je mensen moet afknallen terwijl je door het parcours loopt. Maar ja, ik ben dus meer gaan spelen. Ik had er meer plezier in omdat ik in die clan zat. En het was gewoon super leuk. Dus ja, daar ben ik een beetje beter gaan worden. Nou, vervolgens kwam Black Ops 1. Ook een super goede Call of Duty. Echt heel erg leuk. Ik heb Firewing Range super vaak opgespeeld. Altijd met Famas en de weet ik veel welke wapens allemaal. Ook een hele leuke kot. Blijf oefenen om beter te worden. Ik wilde heel graag beter worden. Dus gewoon heel veel spelen, dan word je vanzelf beter. En dat moet je dus gewoon doen. En die parcours die had ik dus gedaan. En bots, ja, van alles heb ik gedaan. Om maar gewoon beter te worden. Nou, vervolgens kwam MW3. Dus Modern Warfare 3. En daar ging het een beetje mis. Ik vond het spel zoveel op MW2 lijken dat ik het gewoon heb teruggebracht naar de winkel en ik heb Skyrim ervoor in de plaats gekocht. Je kan zeggen, je bent gestoord. Ik heb het later ook gespeeld en ik denk van, what the fuck? Dacht ik toen wel niet, maar ik was gewoon niet goed en ik wilde een leuk spel hebben voor mijn geld. En toen heb ik Skyrim gekocht en dat ook veel gespeeld. Toen heb ik dus heel lang niet gespeeld en heb ik ook mijn Xbox op marktplaats gezet. Die is gelukkig niet verkocht. Ik wilde hem wel verkopen, maar het is niet doorgegaan gelukt. Ik had dus nog steeds mijn Xbox en toen kwam het spel waarin alles veranderde. Ik kreeg Black Ops 2 van mijn vader, want die dacht van een leuk cadeautje. Mijn broer kreeg ook een spel. Dus toen had ik opeens Black Ops 2. Toen dacht ik van, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik ga wel weer eens proberen om te spelen. En toen kwam ik erachter dat ik nog best goed was. En toen heb ik Twitter aangemaakt. En met Twitter ben ik in contact gekomen met competitive spelers.
En toen ben ik een beetje in de competitive wereld gerold. En ik heb toen heel veel League Play gespeeld om ook te oefenen. En uiteindelijk heeft het allemaal heel goed uitgepakt. Ik kwam uiteindelijk in het meisjesteam terecht. Daar hebben we tegen KGB Gaming gespeeld, oftewel Arco Lars. Dat is op zijn kanaal gekomen en daardoor is alles gaan rollen. Door die video ben ik in contact gekomen met Activision en was ik uitgenodigd voor de launch van Call of Duty Ghost. Op die manier ben ik dus met Activision in contact gekomen. Was ik uitgenodigd naar die evenementen en ja, heb ik altijd goede contacten opgebouwd. Waaronder ook Jaski en Vincent. Zonder Activision heb ik die nooit leren kennen. Nou, toen ben ik naar het toernooi geweest. Eerst Reflex ben ik voor gaan kijken in Nederland. Met dat meisjesteam ben ik ook naar een toernooi gegaan in Engeland. Dat was Insomnia 50, toen ook het jubileumjaar. Dat was hele goede Engels teams waren daar. Heel veel goede Engels teams. Daar hebben we gespeeld op Call of Duty Ghost was dat alweer. Dit was een geweldige ervaring. Ik zou het echt niet gemist willen hebben. Dat was dus mijn eerste LAN toernooi. Het was allemaal anders. Je hebt kleinere beeldschermen. Ik speelde op zo'n heel groot scherm. Gewoon chill in mijn stoel. Maar dan had je gewoon een stoeltje en je moest focussen. Je had 24-inch scherm en je moest gewoon spelen, klaar. Als je slecht speelde, was het afgelopen. Ik speelde heel erg goed. Tommy, oftewel Millennium, die zit nu in Millennium, die speelt in de World League. Echt een van de beste Engelse spelers is dat. Die zei toen, Maxime is het beste meisje wat hier is. En er waren meerdere meisjes. Er was voor mij nog een meisjesteam en er speelde ook een meisje in een jongensteam. Maar hij zei, nee, Maxime is beter dan alle meisjes hier. Dus dat was een enorm compliment voor mij. Daardoor waren ook Nederlandse COD-spelers, competitive spelers, onder indruk van mij. En daardoor heb ik op Advanced Warfare ook een jongensteam kunnen krijgen. Dat was dus een hoger niveau en het was ik vond het allemaal veel leuker dan die meisjesteams. Die waren allemaal best wel laag niveau. Nou, op Advanced Warfare had ik dus een jongensteam met Jamie, Anxiety, Jesse en Wesley Fus. Hier hebben we een toernooi gespeeld in Brussel. Hier hebben we echt goed geplaatst. We zijn de 8e geworden, maar er waren super goede teams. Zoals Millennium, EQ en allemaal andere goede teams waren daar. We hebben eruit gehaald wat we konden doen en dat heeft goed uitgepakt. Maar door Advanced Warfare, het was natuurlijk niet de beste COD. Competitive ging omlaag. Er waren bijna geen spelers meer, geen toernooi meer in Nederland. Echt, het was gewoon een beetje dood aan bloeden. Ik was toen ook even een tijdje gestopt met spelen, want er was niks meer te doen. Toen was ik gewoon wachten op Black Ops 3 en ik moest een keuze maken. Ik wilde een keuze maken. Ga ik door met competitive of ga ik volledig voor YouTube? YouTube vond ik altijd al leuk. Op Black Ops 2 wilde ik ook al beginnen met YouTube. Op Ghost wilde ik al beginnen met YouTube. Op Advanced Warfare wilde ik al beginnen met YouTube. Maar uiteindelijk met Black Ops 3 ben ik begonnen met YouTube. Ik heb de keuze gemaakt om volledig op YouTube te gaan richten. Dat is een hele goede keuze geweest uiteindelijk. Want competitive is dus echt bijna dood in Nederland. Er speelt bijna niemand meer. Zelfs het laatste team die ik een beetje volgde, die heeft laatst ook gestopt. Iedereen verkoopt zijn shit en gaat voor wat anders. Ik had wel een Riot Girls kunnen zitten, het beste Europese meisjesteam. Daarvoor kon ik in de World League spelen van de meisjes. Maar dan moet je echt ook tegen Amerikanen spelen op hun host en op hun tijd. Dus dan moet je bijvoorbeeld 4 uur 's nachts op de slechtste host die je maar kunt bedenken spelen tegen een ander meisjesteam. Ik heb echt super veel plezier in het maken van YouTube filmpjes. Veel meer plezier dan ik ooit heb gehad in competitive. Ik ben super blij met mijn keuze dus. En het gaat ook super goed met YouTube. En ik ben jullie echt zo dankbaar jongens. Echt heel erg bedankt. Nou jongens, ik hoop ook dat jullie hebben genoten van de gameplay. Dit was hem dan. 105-7, 27 defense, 11.000 scoren. En het was gewoon de 6e gameplay die ik ooit heb gemaakt. Die wilde ik met jullie delen. We gaan lekker door jongens. We gaan knallen. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Volg me ook op Twitter, Instagram en Twitch. En dan zie ik jullie super graag bij de volgende video jongens. Later.